Hij heeft me wel bij de hand genomen om het vak te leren, om prof te worden. Wat houdt dat nou in? En wat moet je daar nou voor doen? En wat moet je daar nou voor laten? En hoe ga je nou je krachttraining doen? En hoe ga je nou elke dag proberen beter te worden? Hoe ga je dat nou voor jezelf bijhouden? En hoe ga je nou, wat ga je nou doen? En wanneer? En morgen? En op langere termijn, waar wil je uitkomen? De ontwikkeling in eigen hand nemen, doelen stellen, daar naartoe werken en weer bijstellen. Ja, klinkt heel simpel. Om dat echt te doen, ja, dat gaat natuurlijk niet altijd zomaar goed en er gaat heel veel mis. En dan zag hij en dan liep hij weer bij je. En dan, hoe gaat dit? Kan ik je ergens bij helpen? Ja, dan voel je wel je gesteund en gesterkt. En ik stond ook letterlijk op eigen benen. Ik heb daarna vanaf mijn 21ste tot mijn 36ste 15 trainers gehad. Ja, daar kan je niet op elke trainer varen. Dan moet je toch je ontwikkeling inderdaad, daar komen we weer. In eigen hand hebben en die had ik. En ja, dat is goud waard geweest.